Veel vrienden bij de afscheidswedstrijd van Sjaak Zwart als speler in 1973. En opnieuw veel vrienden bij de presentatie van het boek Mr. Ajax over de legendarische rechtsbuiten. Van Piet van der Kuil tot Guus Hiddink, van Benny Muller tot damvirtuoos Ton Sijbrands. Ik moet heel eerlijk wezen, een beetje nerveus ben. Zo geweldig de belangstelling is. Dat vind ik onvoorstelbaar mooi. Een goede rechtsbuiten is het een hele goede rechtsbuiten. Hij nam mooie corners. Hij gaf prachtige voorzetten en hij scoorde nog dus. Een allround rechtsbuiten. Je kon je niet indenken dat hij ooit voor een andere club dan Ajax zou hebben gespeeld. Sjaki was een Ajax. Sjaki was Ajax. Sjaak is Ajax. Kom maar. Ik zou je heel graag het eerste boek aan jou willen overhandigen. Dankjewel, Sjaak. We hebben hier natuurlijk een mooie nostalgische middag. En als Sjaak moet het niet horen, want hij zal zeggen nee, natuurlijk is hij uniek. Maar hij is ook uniek in zijn persoonlijkheid. Hij is altijd in het voetbal gebleven tot op de dag van vandaag. Want ik heb de luxe dat ik één keer, twee keer in de week op Zeeburgia met hem speel zo'n rondootje. Als wat oudere mannen. Maar daar, op dat moment denken wij, en hij zeker, ja, dat het nog top van de wereld is. Maar dat is natuurlijk dan op dat moment niet meer. Maar het is natuurlijk wel unieke voetballer geweest. En daarom zijn het ook de iconen. Ik wou nog één ding zeggen. Je bent nu overal geweest. En ik zou het ook... Nee, Sjaak. Ontzettend leuk om zo'n zaal vol te zien. Met mensen die hem niet alleen als voetballer bewonderen, maar ook wel als vriend en mens. Raymond Bamman, hoe was het om het boek met Sjaak te schrijven? Nou, één groot feest, zoals het nu ook is eigenlijk. Ja, nee, het was echt vanaf de eerste dag echt één groot feest. Het is een man die niet ouder schijnt te worden. Nee, maar irritant. Hij ziet er ook net iets te goed uit. Hij mag echt wel een ietsje meer verder rolletje. Werkelijk, hij is afgetraind zeg. Dat vind ik wel een beetje storend. Ik ben al fan sinds 1960. Dus ik heb hem heel veel gezien. En om met hem zelf te spreken, daarna is het ook op die positie nooit echt goed gekomen. Dat is een bekende naam, of niet? Paco. Ja. Paco, dat was de linksbuiten van Real Madrid, hè? Peter. Paco, en die bijnaam heb ik ook gekregen. Wat precies mee bedoeld, dat weet ik niet. Misschien is het wel de naam van een hamburger of zo. Sjaak is overlapt 3-4 generaties en het eind is nog niet in zicht. Schande. De rij voor het signeren was lang en bleef lang. Maar Sjaak Zwart benadert zoals hij altijd heeft gedaan, met geduld. Ik heb de tijd. Heel avond.